Dames en heren, jongens, meisjes, hartelijk welkom bij de rubriek Onzinnige Voetbalweetjes. Vandaag met... Filemon Wesseling. Filemon, wat heb jij met voetbal? Ik vind het een leuk spel, maar wielrennen is een sport. Oké, wielrennen is een sport. Gelijk een vraag erover. Welke oud-voetballer was ook een zeer getalenteerd wielrenner, maar koos op 18, 19-jarige leeftijd toch voor een profcarrière die behoorlijk succesvol was? In het voetbal. Hij heeft nog bij het Nederlands elftal gezeten, zat bij een profclub in Nederland. Die zegt ook daarbij, hij was doelman. En hij is nu analist op de Nederlandse televisie. En hij had altijd een beetje van het langere haar. Waterhuis! Ja, tuurlijk. Ja, je moest me wel erg helpen, maar die weet er ook veel van. Ja, ja, nou, dat is al onzinnig. Voetbal weet je nog eentje dan. Bijgeloof in het voetbal. Er was vroeger, ik geef gewoon een multiple choice vraag. Er was vroeger een voetballer die liet zijn dochter voor elke wedstrijd de schoenen kussen. Echt waar, de schoenen kussen. Welke oud voetballer was dat? We gaan even terug in de tijd. Was dat A. Ruud Krol? Was dat B. Sjaak Zwart? Of was dat C. Johan Neeskens? Welke voetballer liet voor de wedstrijd door zijn dochter de voetbalschoenen kussen? Ik vind het echt iets voor Hans van Breukelen, maar die zit er dus niet bij. Nee. Dus dan zeg ik Sjaak Zwart. Sjaak Zwart is goed! Gefeliciteerd! Dankjewel. Nou, zo werkt het dus allemaal. Wat hebben ze gewonnen dan? Niks. Het waren namelijk onzinnige weetjes. Oh, oké. Okay. Oh. Ja? Ja, maar er zijn heel veel onzinnige quizzen waar je dan een hele mooie prijs uiteindelijk mee wint. Waar had je op gerekend? Een reis naar Miami of zo? Nou, Lichtenvoort was ook goed geweest. Okay. Of Luik of zo. Maar ik heb niks gewonnen dus. Nee, alleen de eeuwige roem zeggen ze dan. Oké, ja. Nou, ik denk dat je heel beroemd mee geworden bent.